We hebben in 2016 hebben we dit voor het eerst gedaan. En toen kwam eigenlijk al het wilde idee van we moeten het meer, we moeten daar lui bij betrekken, we willen gewoon dit groter maken. Ja, en zo geschiedde eigenlijk. Heel veel bewonersgroepen die meedoen, die de straten versierd hebben en het plein erbij betrokken. Dus we hebben daar eigenlijk een iets groter feestje van gemaakt. Dit zijn buiters uit 17-2. Ja. En daar hebben we nu de friet van gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, ze proeven ook weer 17-2. Dit is fantastisch. We hebben hier nationaliteiten uit heel Europa, Hongarije, Tsjechië, Polen, Italië. Ja, het kan zo gek niet bedenken of ze zin niet. De staatsspiegeling is, probeer in ieder geval de toegang tot het voorstel doet af te schermen door daar spiegeliers neer te zetten. Ja. Het wordt steeds groter. Laten we even kijken wie deze editie verloopt. Er zal vast nog zeker fine-tuning nodig zijn. Maar ik denk dat we voor 5 jaar weer hier staan met weer een fantastisch feest. Ja.